Zijn oren, de regel van 3. Zo is de beste beeldverhouding. Dan kun je mijn gezicht zien en de rest op de achtergrond. Zo moet je filmen. Heeft die gast nou dezelfde kleren aan zoals in de vorige video? Wow, een vies mannetje. Nee, ik heb deze video, de vorige video, vandaag gemaakt. En ik ga nu weer nog een video maken. Dus ik heb geen vieze kleren aan. Ja, ze zijn wel vies, maar ze zijn niet een week oud. Dus we hebben het pakket binnen. Ik heb hem uitgepakt. In de vorige video kun je dat zien. Dat ding is echt super zwaar. 160 kilo was dat ding. En daar had ik 2 man voor nodig. Het bandje van mijn steekkarretje is lek. Als je een brug in je schuurtje hebt, in je garage of werkplek, zeg maar. Het geeft echt wel een professionele uitstraling. Het vult de kamer, zeg maar. Echt een heel mooi ding is het. Alleen is het een beetje te groot. Daar is de deur. En hier is het beginpunt van de brug. Dus we gaan hem dadelijk gewoon helemaal op die kant opzetten. Duw de brug, zet de wieltjes onder de brug. Die wieltjes zijn echt super chill, dan kunnen we hem verschuiven. Zet hem dadelijk helemaal tegen de muur aan en dan kunnen we motoren en scooters op de brug zetten. Dit is eigenlijk een motorbrug. Scooterbruggetjes zijn iets kleiner. En een scooterbrug is beter voor hier, maar ik ben eigenlijk een nieuwe plek aan het zoeken. Een ander pandje, zeg maar. Maar alles is zo duur hier in Maastricht. Dus hier hebben we de action vloer. Dit is het nieuwe gedeelte, ik ga allemaal nieuwe delen leggen. Ik kom een stukje tekort, gaan we even vullen. Is het zeg maar een compleet mooi werkplaatje. Kunnen we echt goed werken. Mooie brug, mooie vloer. Is action kwaliteit, maar ja, het werkt. En het is warm als ik op de vloer aan het werken ben. Het is lekker zacht en de kou komt zeg maar niet je voeten in, je knieën zeg maar. Dus dat is wel chill. Ik kom maar eentje tekort om de hele pakket te komen. God, fuck. Dus deze brug is ietsjes te groot voor dit pandje, zeg maar, voor deze schuur. Maar ik ben op zoek naar een nieuw pand, naar een garagebox of naar een andere vestiging, zeg maar. Maar in Maastricht is alles vol en wat leeg is, is gewoon te duur. En wat te koop is, willen ze niet verhuren voor een lage prijs. Dus ik moet het hier even mee doen voor de komende, denk jaar, 2 jaar of zo, weet ik niet. Dus ik heb alvast over de toekomst nagedacht. Dit is een motorbrug, die is 300 centimeter lang, dus 3 meter. Dit is trouwens een hydraulische brug. Het is niet elektrisch. Als je elektrisch is, dan betaal je meer dan 1000 euro. Deze was maar 400 euro, gek. 400. Als jullie denken zoals hoe ik denk, dan denken jullie zo van, hey, die dingen die steken uit, dat zit een beetje in de weg. Dan kun je je poten aanstoten. Maar hey, check dit. Ze kunnen eruit. Allebei. Daar in mijn handen. Dus kun je daar gewoon langs lopen. Hop, 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 hop. En we hebben hier zeg maar een hele grote stang. Dan denk je, waar is die stang voor? Dus zoals je kunt zien zijn die 2 gaten, zeg maar. Dus die stang, die duwt er doorheen. Waar dat voor is dat je de brug zeg maar omlaag kan duwen. En daar hebben we die kleine hendel voor. Dan gaat de brug omlaag. Dan gaat die. En ik weet wat je denkt. Je denkt van, wat is het nut daarvan? Nou, het chillen hiervan is dat alle spanning van de hydraulische pomp afgaat. Dus dat betekent als al de kracht van de pomp af is, dan gaat de brug veel langer mee. Dus altijd als je een motor opzet of een scooter of brommer of weet ik veel, of je moeder of zo, doe die stang erin. Brug omlaag zodat al de kracht zeg maar van die pomp afgaat. Dan gaat je brug 10 keer zo lang mee. Of ja, je pomp gaat 10 keer zo lang mee. De brug gaat voor altijd mee, denk ik. Deze brug kostte maar 400 euro. Je hebt ook wat extremere, wat uitgebreide pakketten, zeg maar. Hoef ik niet, is ook veel te duur voor mij. Er zijn wel wat kleine nadeeltjes eraan, zeg maar. Die randjes zijn zeg maar super spit. Daar kun je echt aan verwonden, zeg maar. Dus daar moet je echt rekening mee houden. Of gewoon even afslijpen of, ja, of wat rubbertjes erop doen. We hebben ook 4 haken. 1, 2, 3, 4. Dan kun je zeg maar spanbanden erop doen. Zet je je motorfiets erop, bromfiets of weet ik veel, je moeder, doe je spanbanden eroverheen. En dan staat je motor gewoon, of scooter, of moeder, of brommer, staat dan gewoon goed stabiel. Dus dat is echt een goed ding, zeg. Dus hier hebben we zeg maar de bandenklem. Echt super chill. Je zet het wiel erin, draait aan een hendeltje. Wiel komt klem te zitten en dan zit die al, dan staat de motorfiets eigenlijk al recht. Maar die spanbanden kun je altijd nog erop zetten. Maar 400 euro is best goedkoop, hè.
Hoe kan het eigenlijk zo goedkoop zijn? Eerlijk gezegd is zo'n brug voor 400 euro erg goedkoop. Een brommerbrug is 180 centimeter, weet ik niet meer precies, maar die kost 280 euro. Hoe kan dat zo goedkoop zijn? Nou, die brug is van HBM Machines. Een HBM Machines is eigenlijk een soort AliExpress. Een AliExpress met keurmerken. Je hebt een CE-keurmerk en zeg maar een soort beetje kwaliteitsnorm, zeg maar. Dat is eigenlijk een AliExpress brug wat zeg maar ietsjes duurder is. Maar alsnog super goedkoop. En we kunnen die plaat hier weghalen. Dus als je de achterband moet verwisselen, de achterband eruit halen, weet je niet. Ketting, nieuwe tandwiel erop zetten, haal je die plaat eruit. Dan kun je het wiel eronder doorduwen, zeg maar. Dus dat is ook super chill. Wat hebben we hier gebouwd? Pakketje binnen, we hebben in elkaar gezet. Maar wat is dat? Normaal is dit zeg maar een bandenbalanceerapparaat. Wat je doet is je pakt een band, verder met een band, je doet een nieuw bandje erop en moet je hem balanceren. De band erin. En dan kijk je van, is die in balans? Hier moet 10 gram bij, daar moet 10 gram af. Of ja, kun je hem balanceren met deze dingetjes. Ik heb dat ding omgetoverd naar een kruggas/vliegwiel balanceerapparaat. Gewoon even wat draadslang erop gezet, wat langer gemaakt. En dan kunnen we vliegwielen en kruggassen balanceren. Dus wat je dus eerst moet doen is zorgen dat die zeg maar waterpas staat. Zoals bij Rick en Morty, tube met water met een luchtbel erin. This is not true level. Dat was echt grappig, die aflevering. Rick en Morty is echt vet. En nu komt het hele probleem, zeg maar. Ik heb altijd gezegd dat die Vespa Joe, Piaggio vliegwielen en kruggassen gewoon nooit in balans zijn. Echt niet goed. Ze moeten ook niet 100% in balans zijn, dat is niet goed. Dat is een 1-cylinder. 1-cylinders zijn nooit 100% in balans, dat is niet goed. Dus ik heb een origineel vliegwiel gepakt die niet is afgedraaid, want wij hadden onze vliegwiel hadden we afgedraaid. Ik moet zeggen, dit is een origineel vliegwiel. En die is toch wel redelijk in balans, moet ik zeggen. Best goed. Best wel netjes. Maar mijn vliegwiel, mijn afgedraaide vliegwiel, hebben een stuk eraf gehaald hier zo. Dus ik zie dat we hier een stuk afgehaald. Dus we kunnen niet veel vlees meer eraf halen. Gaan we die even balanceren. Kijk hoe die in balans is. Nou, het vliegwiel is niet in balans. Maakt niet veel uit, is niet het probleem. Meestal is het onbalans, het zwaarste punt, is normaal hier. Dit punt. Ik zou zeggen, dit is de bovenste dode punt, zeg maar. Bij deze kruggas vliegwiel combinatie is het precies andersom, negatief. Dus heb ik eigenlijk, dat is echt vreemd, dat vind ik echt raar. Want normaal zet je zeg maar het gewicht van de zuiger, van de zuigerveren, van de piston pen clipje zet je hierop, de naaldlager, dat gewicht. En dan moet je zeg maar gewicht erbij doen tot die in balans komt. Maar het zwaarste punt is al hier, is al onderaan. En dus ik dacht van, er klopt gewoon niks van. We kunnen dat niet balanceren, maar dat kan wel, moet kunnen. Dus we moeten zeg maar niet het gewicht hier plaatsen, maar we moeten het gewicht hier bovenin plaatsen. Dus ik heb hier een hele berekening gemaakt en ik kom uit op 60 gram. We willen een onbalans hebben van 55%. Tussen 50 en 55%. De meeste twee tractuners zeggen, 1-cylinder twee tractuners zeggen 50-55%, daar moet je een onbalans in hebben. Ongeveer. Graham Bell zei het. De onbalans die we nu hebben is 3%. Dus dan moeten we nu naar 50-55% gaan. Ga niet te diep op in, zeg maar. Dat gaan we ze een andere keer doen. Want ik kan nu even niks doen. Ik kan hier zeg maar geen 60 gram afhalen. Zoals je kunt zien hebben die Italianen al gebeund, zeg maar, voor mij. Vespa, Piaggio, Italiano. Hebben al 10 gaten erin geboord om te balanceren. Maar wat ik aan het denken was, misschien dat de combinatie van deze vliegwiel en deze kruggas, dat dat niet bij elkaar hoort. Want de meeste onderdelen die van een Vespa Ciao, die heeft een vliegwiel op Marktplaats gekocht, die heeft die kruggas van een vriend gekregen, die heeft een kruggas verkocht aan iemand en die heeft een ander vliegwiel gebruikt. Dus alle kruggassen zijn niet meer in balans, zeg maar. Want dit is eigenlijk gewoon een combinatie. Een combo. Dus als ik een ander vliegwiel erop zet, op deze kruggas, als die origineel was, dan is die niet meer in balans. Dus ga er maar vanuit dat de meeste Vespa Ciao onderdelen, kruggas, vliegwielen, gewoon niet bij elkaar horen. Dus het probleem is, we kunnen daar niet meer gewicht afhalen. Ik was denk, kunnen we hier nog 60 gram uitboren? Nee, dat kan niet, want er is al geboord. En kijk, we kunnen hier niks meer eruit halen. Dus er zijn gaten ingeboord, we kunnen hier echt geen 60 gram meer afhalen. Misschien hier een stukje eraf halen, misschien hier een stukje weghalen. Dan hebben we misschien 5 gram gewonnen.
En dan zitten we nog met 55 gram. Moeten er 60 gram eraf halen van onder? Of 60 gram erbij zetten? Dus ik denk dat we in mijn situatie meer eerder 60 gram hierbij moeten zetten. 60 gram. En dan gaan we met een andere keer gaan we dan weer verder. Dus ik denk dat we binnenkort weer verder gaan met die 150cc. Want het staat ook heel lang stil. Dus we moeten een hele motorblokrevisie doen. Of ja, niet compleet motorblokrevisie, maar de krukas moet gereviseerd worden. De krukaslaris en de zuigerveren en zo. Dan gaan we een andere keer weer verder. Een shout-out. We hebben een blauwe Derby DRD Racing Blue Edition van Boas Pluimers. Is het Boas of Boas? Boas, Boas. We hebben nog een Derby van 2007 van Timo Nijlunsing. Nijlunsing. En dan hebben we Max van der Wal. Hij heeft een Aerox en een CR 125. Een Honda Crosser. Ik denk dat we eerst die Vespa Chill gaan afmaken. Gewoon die kruis balanceren. Misschien nog wat kleine dingen. Ik wil nog wel steeds op zoek naar een Vario setje voor een Vespa Chill. En daarna kunnen we verder met die 125cc. Want die moet ook af. Want de zomer komt eraan. De lente begint. En dan gaan we weer heel hard rijden. Oh ja. Hey, ik heb trouwens een Instagram account. Als je me daar op wil volgen, zou echt super chill zijn. En ik heb een nieuwe YouTube kanaal gemaakt. Zou je mensen zeggen van, hey, laat je muziek eens horen, bla bla, dit en dat. Dus denk ik van, maak een nieuw YouTube account en dan zet ik daar al mijn muziek op. Dus als mensen interesse hebben, het is Tube Music Official of zoiets. Of Tube Official Music, zoiets. Staat in de beschrijving, kijk maar. Dus hoor ik volgende keer niet meer zien, tot de volgende keer. Laat dat.